Dag Azadjoen, welkom. Ah, hallo. De film gaat over... Bo heet de film. En die gaat over Deborah, een meisje dat als... zijn nachtleven in. Maar dat kan ze zich gewoon niet permitteren. En Jennifer doet af en toe wel eens wat escort dingen. En zij gaat dat dan ook doen. Ja. En dat loopt eigenlijk mis. En dat loopt redelijk uit de hand. Ja. De film is gebaseerd op het boek Het Engelenhuis van Dirk Brakke. Had je het gelezen? Daarvoor nog niet, hè? Nee. Nee. En wat vond je ervan? Een Japanner op een krokodil. En wat daar verder mee gebeurt, dat laten we voor wie naar de film gaat kijken. Maar volgende maand, ja. Ja. Ja, het gaat beginnen, man. Ja. Denkt het? Nee, nee. 20 jaar geleden dat ik op 3 ben klaargekomen. Dat, ja. Dat was wel in mijn oude Ford Escort, dat moet ik zeggen. Ja. Nu stoppen alles. Ja. Is dat op 20? Ja. En Ajoen, het is je eerste langspeelfilm en meteen de hoofdrol. Ja. Ja, dat is heel snel gegaan. Ineens. Ja? Ja, exact een jaar geleden zat ik nog gewoon achter een schoolbankje. En nu zit ik hier. Ja, voilà. Ja, ja, het is enorm snel gegaan. En tijdens de opnames? Als... Dat was verschrikkelijk. En Ajoen, in de film... Daarvoor hadden we een stuk opgenomen en was ook weer stijf. En ik had zo wat glazen champagne op en ja, helpt, ik, ja, ik zat erin. Ja. Ja, dat is jullie ook enkel als je gedronken hebt? Ja, wij drinken niet. Nee? Ik kan ook wel zwoel dansen. Dat is de lumbago. Ja. Heb je al een manager? Nee, mijn mama. Ja. Ja, oei. Oei, nee, daar ben je precies niet echt tevreden over. Nee, heel tevreden. Doe het heel goed, maar ze heeft gewoon te veel werk op het moment. Even. Dus hierna stoppen we ermee. Dus ik heb toch geen manager nodig nu, denk ik. Allee, stoppen. Okay. Een pauze, zou ik een zo pauze zeggen. Ja. Morgen, ja. Je eerste rode loper moment. Ja. Kijk je er naar uit? Ja, hopen dat het niet regent. Hebben ze daar geen zalen binnen ook? Ja, maar niet, de rode loper niet, hè?